Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, A28 Personeel en Opleidingen, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Business Club Hogeveen. Hogeveen moest zondag winnen om aansluiting te behouden bij de top van de vierde divisie. En dat moest gebeuren tegen Purmerstein, dat een goede start van de competitie kent. Slechts één keer verloor en 3 punten meer heeft dan Hogeveen. Hier de eerste aanval van Hogeveen. Het gevaar via Gendegumana. Even dacht ik dat ik Mbappé was, zei hij later. Dan hier de bal van Purmerstein. Het was meteen een levende wedstrijd, zoals de onderlinge duels tussen deze twee ploegen altijd zijn. Gendegumana op Noah Schuurman. Vanaf de eigen helft loopt iedereen eruit. Schuurman om doelman Van Santen heen. En dan is het na 2 minuten al 1-0 voor Hogeveen. Wat een geweldige treffer van de man uit de Dedemsvaart, Noah Schuurman. Vanaf de eigen helft. En dan geeft hij uiteindelijk ook Van Santen het nakijken. En dan heeft Hogeveen een hele snelle voorsprong te pakken. Tegen een uitstekende tegenstander Purmerstein. Wat een voetballend vermogen. Hier het eerste gevaar. Maar dan weer Hogeveen en weer Schuurman. Dan gaat hij er vandoor. Overtreding van Koffing lijkt dat. Maar scheidsrechter Max Broekhuizen zegt dat de bal is gespeeld. Nou, ik denk dat hij ernaast zit. En dan komt Purmerstein goed weg. Ja, dan vlak daarna een misschien wel frustratieovertreding die niet bestraft wordt. En zo is het vanaf het begin, vanaf minuut 1, een spektakelstuk op het Bentinkspark. Op het hoofdveld van HZVV. Omdat het eigen hoofdveld nog niet gekeurd is. Hier Purmerstein. Polman legt die bal prachtig terug op de andere Polman. En dan is het via Timo Polman 1 tegen 1. Mooi balletje ook van Milan Polman. En dan staat Timo helemaal vrij. En dan is het al heel snel weer 1-1. Ja, morgen wordt het hoofdveld van Hogeveen gekeurd. Maar dat zal wel goed komen. Maar ja, de grasmat bij HZVV is ook heerlijk. Hier de kans voor Jamai Krikjes. Dezelfde soort graasmat ligt er nu ook bij Hogeveen. Gendegumana. Het gaat maar door. Beltouw. En dan komt de bal voor de voeten van Justin Benjamins. Even druk van Hogeveen. De vrije trap in de kopbal van Alex Blekking. Dan weer aan de andere kant. Kopbal Milan Polman en een prachtige zee voor de fotograaf van Sam Heekhoff. Halverwege de eerste helft en er gebeurt van alles. Van Dijk. Menno Hierkes. En dan Gendegumana. Gendegumana, prachtige steekbal op Noah Schuurman. Noah Schuurman. En dan is het 2-1 voor Hogeveen. Weer een uitstekend uitgespeelde aanval van de ploeg van Nico Haak. Prachtig balletje natuurlijk ook tussendoor gegeven van Gendegumana. En Schuurman is duidelijk in goede vorm. Ja, dan weer Purmerstein. Elstak. Op Rashid Mahdi. Een geweldige voetballer. Mahdi brengt die bal dan in. En dan komt de voorbal voor de voeten van Elstak. En zo ging het op en neer in een moordend tempo. 32e minuut. De bal opnieuw ingebracht en de kopbal van Milan Polman.
Ja, het was genieten. Behoorlijk wat publiek. Ja, en dan denk ik, wat zullen we dat volgend jaar missen met die gemeente klas op zaterdag? Want om 5 uur op zaterdag komt er echt niet zoveel publiek. Ja, en dan hier, dan komt Hogeveen denk ik heel goed weg. Want daar had scheidsrechter Broekhuizen misschien ook wel de stip kunnen leggen. Opnieuw Polman. Polman! En zo is dus ook weer gevaar van Purmerstein. Zitten we inmiddels in de tweede helft. Letskar, de invaller, krijgt die bal net niet bij Milan Polman. Zit Blekink goed tussen. Maar Purmerstein dringt aan. Komt de bal voor het doel. Oeh, en dan pakt Doeman Meekhoff die bal net niet. En dat is ook maar goed ook, want anders was het de terugspeelbal geweest. Dan Van Santen op Timo Polman. Oeh, die wordt dan afgetroefd door Schuurman. Schuurman behoudt het overzicht. En dan is het Kriekjes die Hogeveen op een 3-1 voorsprong brengt. De fout van Timo Polman. Protesteert ook niet. En dan is het Schuurman die het overzicht behoudt. 10 minuten later de vrije trap van Thomas Schaap. En die gaat er zomaar in. Zich denk ik belemmerd van Meekhoff. En daar wordt de defensie en de doelman van Hogeveen verrast. Door die inzet van Thomas Schaap. En dan is het weer 3-2. En is het een knotsgekke wedstrijd. Hetzka weer. Viel goed in. En dan zit Blekink daar weer goed tussen. Hierkes. Ja, wie soms ook niet waar het zoeken moest. Polman. En dan is Meekhoff op tijd zijn doel uit. Nog een kwartier te spelen. En wat was het genieten op het Bentingspark. Komt de bal voor de voeten van Silkuurman. Silkuurman, Kuurman. Ja, die bal had hij natuurlijk af moeten leggen op Schuurman. Maar ja, voor hetzelfde geld raakte hij hem wel goed. Kuurman in de rust in de ploeg gekomen voor Gendy Gumana. Dan Rashid Mahdi. En dan is het zo weer Purmerstein dat dicht bij de gelijkmaker is. We gaan naar de 83e minuut. De vrije trap en die belandt op de lat. En ontsnapt Hogeveen opnieuw. En dan gaan we naar de slotfase. 86e minuut inmiddels. Schuurman. Soleert weer de langs. Veldmaat, zijn maatje. Ingevallen. Terug van een blessure. Schuurman en daar staat helemaal vrij. Silkuurman. Die de bal heerlijk in het doel prikt. En Hogeveen op een 4-2 voorsprong brengt. En dan zou je denken dat de wedstrijd wel beslist moet zijn. 88e minuut. Nog een keer Purmerstein. Schaap. Polman. En dan wordt hij aangetikt door Lievel van Dijk binnen de 16. Het was echt op het randje. Ja, we konden het niet goed terugzien omdat Noah Schuurman ervoor stond. Ik denk dat hij er net binnen was. De strafschop nog weer voor Purmerstein. Milan Polman en dan is het zwaar 4 tegen 3. En dan krijgen we nog wel een minuut of 5, 6 blessuretijd. Meekhoff kansloos op die inzet van Polman. Dan gaat Van Santen mee naar voren. Maar wordt er ook een overtreding gemaakt. Maar hebben we nog wel even te spelen. Uitbraak Hogeveen. Jim Veldmaat. Voorzet, Schuurman. En dan een andere kans voor Silkuurman. Maar die schiet tegen Van Santen aan, maar stond ook buitenspel. We zitten al op 5, hè? 95e minuut. Komt de bal voor de voeten van Timo Polman. En dan is het maar goed dat Alex Blekking daartussen zit. En zo trekt Hogeveen de overwinning uiteindelijk over de streep.
en doet het goede zaken en kruipt alles dicht bij elkaar boven in de vierde divisie en neemt alleen eigenlijk RKAVV afstand. Volgende week het vervolg met speelronde 8. En kijk eens, moe gestreden, dat mag ook wel na zo'n geweldige wedstrijd. Het was reclame voor de vierde divisie. Volgende week speelt Hoogeveen uit bij Alphense Boys in Alphen aan de Rijn. En daar zijn we natuurlijk weer live bij aanwezig met Hoogeveen TV.